Een goeiemorgen en baie welkom aan allemaal wat kijk en ons wacht voor ons dudes om op te kompen. Wat? Kom eens! Nu is 300, ja, maar het is zo lekker. Jij ja, maar jij meer dan zeggen. Ja, maar het is mijn koekjes. Nee, dat is mijn, dat is die kaart. Wat ga je zeggen? Maak het. Wat ga je zeggen? Maak het van koffie gestiek. Wat? Ja, last week. Dit is last week. Ja, je zit van der stel om al die koekjes te eet nie. Maar hij meer dan zegt. Dat maak je zo meer dan wijs om te stellen dat je eet nie. Het is te late, het is te allemaal. Maar moet ons allemaal? Nee! Dat is een zeding, hè? Dat is een zeding. Het is amper gepast op jullie, dat zie. Die een zonder zonde. Ik dacht. Zonder zonde kan je eerst de club gooien. Gooi om eerste. Nee. Ja, gooi om eerste. Gaat jullie altijd bang nonsens aan het zonde? Nee. Ik ook klaar dat ons begin het hele lezen. Dat lijkt me jullie dit nodig. Focus nu. Groene mensen. Zeg erin. Welkom bij Tau, is het Tau konden. Kom, groene mensen. Kom eens, meneer. Hallo jullie. Hallo allemaal, ik hallo, ben Bruno. Okay. En daar is Tanya Delport. En daar is die cookies wat ik maak. Ja, we gaan eens een keer lezen lezen. Oké, zo is het een nieuwe reeks, nou. Het gaat naar Idilonne. Ons leert Idilonne bij school. Zo nu is al titles Idilonne, dus ons leert Idilonne van de Bijbel. Ik wil gewoon niet ver van die appel af, nee. Nee. Oké, goed. Dat is het belangrijk. Oké, zo. Ons vandaag gaan weer de een wat zonder zonde is, kan de eerste club gooien. Nou, dat is een story achter dit. Kijk, so het begint bij Jezus. Dit is weer. Ja. Fantastisch. Oké, so, Jezus, natuurlijk, was baie wijs en baie slim. En hij had die zonde gehad, nie. Ja. So Jezus is gekomen en hij heeft mensen goed geleerd. Hij heeft van mensen goed geleerd dat hij nog nooit gehoor het. En hij was opgewonden door. En dat is so cool. Van daar is een vader dat lief is van hulle. Hij gaat hulle red en hij wil hulle red. En als ik goed, en hij is so opgewonden. Maar was ik een slim man, zat glad die van Jezus gehouden. Glad nie. Dat is niet goed, nie. Een slim man, ja. Hulle was die fariseers en die sadiseers. Die sadiseers? Ja, dat was die sadiseers en fariseers. Nou, hulle was net, hulle was die slim mense gewees. Die geleerde mense. So, hulle het die van Jezus gehouden. Nie. Nou, hulle wil Jezus vastvra. Het jy ooit in die toets gekom en dan lees jy die vraag en denk jy, wat? Ik heb nooit gedoen. Oké, so dan het die onderwijzer jou vastgevra of je dit geleer nie. Oh. Als het al uitrein. Hulle wil vir Jezus vastvra. Hulle drink vir Jezus een vrou wat baie sonde gedoen het. En sê vir Jezus, hierdie vrou is baie sleg. Volgens ons wet moet ons al, hoor nou erg is, ons moet al goede klippe. Dit is erg, nou. Goeie woorden. Nee, oké. Nee, joh. Dit is wat beter wees. Maar dit is toch wel erg, nou. Dit is erg. Oké. Jezus sê, oké. Dit is erg, is erg. Kom, ek sê vir julle. Die een van julle wat glad nie al ooit sonde gedoen het nie. Hy kan die eerste klip op daar ingooi. Wanneer het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Niemand het die klip. Die vrou het lewendig uitgekom en Oké. Niemand het die klip opgetel nie. Want hoekom? Want niemand abonneer. Almal het gesondig. Ah, ja, is reg. Oké, goed. So, allemaal het gesondig. Soos allemaal doen sonde, doen jy sonde. Is dit jou? Nee. Doen jy sonde? Ja. Allemaal daar buiten, allemaal doen sonde. Ja. Oké. Soos het probleem, dat is sonde. Dan is de oplossing. Onthou ons cool versie. Johannes 3 vers 16. En ek en die girls het in Engels geleerd, nou die dag, ons is naar Engelse kinders toe gegaan. He. So God so loved the world that he gave his one and only son to give them forever life. Believes in him shall not perish but have everlasting life. Life. Love. John 3 is ja. So kom ons in Afrikaans. Nou, ek het om in Engels gekregen. Oké. Goed. So Johannes 3 vers 16 sê. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Awesome. En dan Kobus, dat moet jy altyd sê. Dat moet Kobus altyd sê. Johannes 3 vers 17. Ja, God het
nie vir sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te kon red. Okay, so Jesus gekom om nie vir ons te wys wat ons sonde ons het nie, maar ons te kon red. Kyk, so dis baie belangrik. So ons moet verstaan ons almal het sonde. So hier's die groot ding, hier's die groot ding. Ek loop langs die straat. Af. Op pad winkels toe. Ek wil 'n sjokolade gaan koop. Ons agter. Nou staan daar iemand, nou, en hy is 'n slegte mens. Nou dink ek, wow! Dankie tog, ek is nie so slegte mens as dankie tog, ek is. Hoe kon hy al hier alles te sien? Nee, ek stop dit. Okay. Goed, so nou dink ek, wow, ek is nie so sleg as daai persoon nie. Is dit reg? Nee. Nee, dan dink ek ook so en daar kan nie dit doen nie. Ek het dit. Okay, nou is dit belangrik dat ons dit onthou. So. Daar is maats wat hulle harte vir die Here gegee het. Het julle al hulle harte vir die Here gegee? Ja. Ja. Het julle al julle harte vir die Here gegee? Ja. Okay dan. Goed. So, maar daar is maats en mense wat nog nie hulle harte vir die Here gegee het nie. En hulle maak foute. Hulle doen slegte dinge. Maar ek kan nie na hulle vinger gaan wys nie. Ek kan nie. Dis nie my werk nie. Ek kan nie, want dis nie my werk nie. Dis die Here se werk. Ek kan nie sê, "Hoh, kyk wat doen hulle nie." Mag jy dit doen nie, mag jy gaan doen nie. Dis nie ons werk nie. Ons moet juist mense nader trek aan die Here. Nie wegsit nie, nader trek. Ons mense gaan veroordeel, dan gaan ons hulle weg daar. Ja, terugkom. Okay, so nie ons moet nie mense wegsit nie. Vas op met daai soek. In Johannes wat se ons. 3:15. So lief het God die Johannes. Nie Johannes nie, daar's 'n 1, 2 en 3 Johannes. Jy geweet kan. So, het gedoen ons net 2 Johannes. Nee, daar's 'n 1 Johannes wat? O ja, daar is 3 Johannes wat. 1 Johannes. Hier onder. 4:7. Dit is 7:4. Dis 4 vers. Goed, goed, okay. So. Ons praat nou van die een sonder sonde kan ek kan die eerste klop optel in geval, okay. Maar ons het gesê ons het almal sonde gedoen, okay? En Jesus kon net vergewe ons sondes, maar ons nou nog se foute, né? Maar Jesus vergewe ons. So ons kan nie gaan vinger wys na mense, veral die mense wat nog nie Jesus ken nie. Dis nie ons werk nie. Okay, kyk vir jou. Goed. Nou, Vanessa. En Johannes 4 vers 7 sê geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. So, dis baie belangrik. Liefde kom van God. Soos ek mense nader wil trek aan die Here, moet ek vir hulle wat wys? Liefde. Liefde en dit beteken dit wat ek doen en sê moet mooi wees. Mooi. Nou, dis is om jou liggie te laat skyn. Listen to the light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. Okay, ons gaan op Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday en Sunday. Ons het tyd vir alles nie. On Monday, we gotta let it shine. On Tuesday, we gotta let it shine. On Wednesday, I'm gonna let it shine.